Welkom, aflevering 13 van deze series in een cursus in wandelen. Een klein reisje door het tekstboek heen van een cursus in wandelen. We zijn aan het einde van hoofdstuk 2, de betekenis van het laatste oordeel. Jezus schrijft: het laatste oordeel is een van de meest bedreigende ideeën in jouw denken. Dat komt doordat jij het niet begrijpt. Oordelen is geen eigenschap van God. Oordelen is een eigenschap van het ego. Nogmaals, wij zijn allemaal onwetend erover opgevoed met de paplepel van het ego. Alleen in een droom van dualiteit is het überhaupt mogelijk dat oordelen zou kunnen bestaan. Dat er een afgescheiden figuur is die denkt op een andere figuur een soort oordeel te kunnen projecteren. Maar zoals met alle termen en woorden in de cursus, Jezus geeft alles een andere definitie. Jezus herkadert de betekenis van alles. Want hij weet als hier het laatste oordeel wordt algemeen gezien als een handeling die door God voltrokken wordt. Hij zegt nee. Nee, in werkelijkheid zou ze met mijn hulp, met de hulp van Jezus, door mijn broeders worden voltrokken. Wij doen het samen. Wij samen voltrekken het laatste oordeel. Het is een definitieve genezing. In plaats van het uitdelen van straf. Jezus onderwijst ons hoe door middel van vergeving blokkades worden genezen. En genezen is het accepteren van het principe van de verzoening. Er is niets gebeurd. De afscheiding van God heeft nooit plaatsgevonden. Wij dromen een droom. Er is geen zonde, geen schuld, geen angst, geen geboorte en geen dood. Alleen een droom daarvan. Maar dan, herenigd in eenheid, wanneer wij accepteren de verzoening dat niets gebeurde, dat wij één zijn, herenigd in de eenheid, het zoonschap samen voltrekt het laatste oordeel. De term laatste oordeel is niet alleen angstwekkend omdat hij op God is geprojecteerd, maar ook vanwege die associatie van laatste met de dood. Wat hebben wij op God geprojecteerd? We hebben dat verhaal van het ego geloofd, dat wij weggelopen zijn van God, dat er een boze God is en die gaat ons straffen. En dat, wij projecteren de angst voor die straf op God. Ja. En dan denken wij dat omdat het een laatste oordeel is, dat wanneer wij voor God komen te staan, dan gaan we dood. Nou, en Jezus zegt hier, zo mooi, dit is een uitstekend voorbeeld van op zijn kop waarneming. Het is niet waar. Als de betekenis van het laatste oordeel objectief wordt bezien, is het volkomen duidelijk dat het een wezende toegangspoort tot het leven is. En dat zien wij nu, dat horen wij nu en lezen wij nu in dit gebed. Het komt uit het werkboek. Vraag 14. Wat is het laatste oordeel? Dit is Gods eindoordeel. Jij bent nog altijd mijn heilige zoon. Voor immer onschuldig. Eeuwig liefdevol en eeuwig geliefd. Even onbegrensd als jouw schepper. Totaal onveranderlijk en voor altijd zuiver.
Ontwak daarom en keer terug tot mij. Ik ben jouw vader en jij bent mijn zoon. En dan zeggen we amen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.